Wij zijn dus een familiale onderneming die gestart is over een 45-tal jaar. En met een 16-tal bedrijfseenheden. In totaal hebben we een 1280 mensen. En wij doen een omzet van meer dan 300 miljoen. Ik wou zeker deelnemen aan dit bedrijfsbezoek bij de groep Bilinasis, omdat ik die groep uiteraard ook vrij goed ken. Maar in de tweede plaats, in deze tijden van recessie, toch is het toch wel belangrijk om te weten, wij ook als politieker, hoe dat het bedrijfsleven daar tegenover staat. Zeker een groot bedrijf met toch een vrij grote tewerkstellingsgraad als de groep Bilinasis, is het voor ons toch wel belangrijk om te vernemen hoe dat ze zich wapenen naar de toekomst toe in deze tijden van recessie. Wel, ik heb twee redenen. Eerst en vooral was er de uitnodiging om een bedrijf te bezoeken van Willy Naessens. En nadien konden we persoonlijk met hem kennis maken. Ik kende hem niet. Willy Naessens is een heel bekend figuur in de streek. Is een industrieel waar we fier mogen op zijn. Zorgt voor een totale verticale integratie van zijn volledig bedrijf. En ik wil graag kennis maken met de man. Dat is me tot nu toe gelukt. Tweede bedoeling was natuurlijk in gesprek gaan met de industriëlen. En zien waar hun bekommernissen zijn om vanuit de politiek daar eventueel de nodige antwoorden te kunnen opbieden. Ik vond het een heel interessant programma. Ik ben altijd bereid om bedrijfsbezoeken te doen, om meer te leren. Ik kom zelf niet uit een ondernemerswereld, dus het is altijd goed om de praktijk even te zien. En in de voormiddag hebben we dus de bedrijven van de groep Bilinasis bezocht. Ik vond de verticale integratie van alle beleidsprocessen wel heel interessant. De politici hebben geluisterd, dat geeft me voldoening. En ik heb hen proberen te overtuigen dat de negativiteit en de pessimisme dat we nu hebben, nu heerst onder de mensen, dat ze moeten proberen die om te buigen naar positief denken. En als zij kunnen de mensen overtuigen dat er positief gedacht wordt, dan gaat er geen kredietcrisis zijn. Tijdens het debat stond ik toch versteld over het optimisme, toch een stukje waar dat de ondernemers dan toch naar deze crisis kijken, of liever naar de oplossingen in die hoedanigheid, dat men ook wel een stukje stelt dat we aan self-fulfilling prophecy doen. Dus dat de crisis, dat we elkaar niet continu in de crisis moeten praten, maar dat we inderdaad moeten samen de handen in elkaar slaan, werkgevers, werknemers en ook de politiek, om de uitdagingen samen aan te pakken en om de toekomst te waarborgen. Wel, uiteraard is er de crisis waar we op dit ogenblik mee te maken hebben. En merkte ik vanuit de bedrijfswereld de vraag naar de politici om te proberen daar zo actief mogelijk in op te treden. Om te proberen de gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken. En ik denk dat dat een heel nuttig gesprek was tot nu toe. Wat mij specifiek is bijgebleven, dat is eigenlijk dus het zicht naar de toekomst, de toekomstplannen en hoe de groep Bilinasis zich probeert te wapenen naar de economische crisis waar we dus nu al in verkeren.